weg te kijken bij die criminaliteit die ondermijnend is. Maar decennia lang wordt er al wel enorm weggekeken bij politieke en bestuurlijke ondermijnende activiteiten. Ook hier. Waarom denk je dat meer dan 55% niet meer gaat stemmen? Maar ook degenen die wel gaan stemmen, hebben weinig tot geen vertrouwen meer in de politiek en de bestuurlijke elite. Als we het over bestuurlijke integriteit hebben, betekent dat ook dat er duidelijkheid moet komen over de aansluitkosten van de stadsverwarming. De gemeente kan cruciale documenten hierover niet meer vinden. Wethouder De Vries had nooit mogen bemiddelen tijdens de rechtszaak van En Natuurlijk versus Reeshofwarmte, omdat het voor de hand ligt dat de gemeente Tilburg tijdens die rechtszaak ter verantwoording geroepen zou gaan worden voor het niet kunnen vinden van die cruciale documenten. Dat de rechtszaak er nu wellicht niet komt, is dus ook in het belang van de zogenaamde onafhankelijke bemiddelaar, wethouder De Vries. Partijen die vorige week maandag deze wethouder voor zijn prominente bemiddeling een compliment hebben gegeven, moeten zich diep schamen. Over dit alles komt de LST nog met een motie. Meneer Van Aarle had al het breaking news dat het geschil in de Reeshof opgelost is, namelijk die ruime 70%, 74,2 precies, is binnen. Ik wil maar één ding van mijn hart richting de LST-fractie. U heeft toch wat, en ik heb het al eerder gezegd, wat last van wat wisselende signalen. Ik zou zeggen, kies een bepaalde koers. Want in het verleden heeft u mij op voorspraak van de GroenLinks-fractie juist opdracht gegeven om te bemiddelen. Doe ik dat een keer, doe ik een keer wat u vraagt, is het weer niet goed. Heer Smolder. Ja, voorzitter. Ik denk dat ik het wel helder voor de geest heb. GroenLinks heeft inderdaad een voorstel gedaan. Ten eerste hebben wij dat niet gesteund. Ik heb dat de Griffie nagevraagd deze week, dus we hebben dat niet gesteund. En punt 2 gaat het daar niet om. Want het ging helemaal niet om die deal. Het ging namelijk juist om de verduurzaming van het warmtenet. En dat is wat u 2 weken later hierboven heeft gepresenteerd. Dus u moet geen 2 dingen door elkaar halen. Die hele fars, die nu dus uiteindelijk waar de mensen dus eieren voor hun geld hebben gekozen, dat hebben ze gedaan. Tuurlijk. En ze zijn A, niet goed ingelicht, en B, hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Maar GroenLinks heeft een voorstel ingediend dat ging over de verduurzaming van het warmtenet. Niet over de aansluitkosten die onterecht in rekening zijn gebracht. Dat was daar niet aan de hand. De wethouder. Ja, voorzitter, we hebben hier in de commissie uitgebreid over van mening, onze meningen gewisseld. Dus ik denk dat het niet goed is om hier nog uitvoerig op in te gaan. Maar deze opmerking wilde ik graag maken, voorzitter. Ik ben bij het einde van mijn termijn. Stelling. Nou, niet op herhaling. Ik wil hebben de feiten gewoon wel zijn zoals ze zijn. En hier probeert men een verkeerde voorstelling van zaken te geven. En dat vind ik niet sterk. Dank u wel.